naar rechts. Kruispunt Culemborg 8, school Kwijk 8, pontje. Werkhoven 2. Ja, tjeu, we komen toch van daar? Ja, zie je wel. Wijk bij Duurstede is die kant op. Dit is dan de beroemde watertoren. Echt mooi is die niet. Oeh, maar wel hoog. We hebben nou nagenoeg 15 kilometer gelopen. Ik denk dat die het zo gaat aangeven, de app. We begonnen 12 minuten per kilometer en nu zitten we op 14 minuten per kilometer. Ik sta natuurlijk af en toe stil. We zijn overgestoken, Romeinse grenspaal gefotografeerd en we zijn weer bij de Kromme Rijn. Hallo. Nou. Het is een visplek hier. Vandaan de weg oversteken en we gaan gewoon recht door het Utrechtpad. We hebben zo'n 15 à 16 kilometer gelopen. Ik ben vergeten de app weer aan te zetten na onze laatste stop. Maar goed, dat scheelde maar een paar honderd meter. Rood-wit is het Limespad. Opgezocht. We komen hier vandaan. Je hebt zeker geen thee bij je, hè? Nee.
ontzettend leuk paadje. Rechts schrikdraad en dan landerijen. Maar een heel klein paadje langs de Kromme Rijn. Het is een beetje rommelig. Onderweg veel bloemen gefotografeerd. Zie je weer een bloemenzee. Al die wilde bloemen. Kijk. Ik weet niet of je dat op de film zo goed ziet. Kijk nou. Zie je het? Geel, wit, uitgebloeid. Nog steeds dat warrige paadje. Net een beetje te ver weg, hè? Mooie beesten, zeg. Zie je ze? Ja. Oh ja. Ja, net te ver. Ik zoom in, maar het zijn stipjes. Ik dacht dat we over de brug moesten, maar we moeten gewoon rechtdoor. Want de kerktoren van Wijk bij Duurstede is nou in de verte rechts van ons. Daar, dat is ons einddoel daar, die torenspits. Ik weet niet of je het ziet, heel in de verte. Daar komt de zon weer.
is ook weer een schitterende etappe van het Limespad. Ik weet niet of je het ziet. Dan zie je natuurlijk dat hek. Dat is echt prachtig. Veldbloemen, zeg. Zo hoog, maar op mijn scherm is het zo donker. Terwijl in het echt staat de volle zon erop. Ik snap het niet. Nou, ik ben erg achtergeraakt door al die bloemen. Google Maps geneust en het is nu nog meer dan een uur, 5,6 kilometer. Tjeus, een grapjas. Het is veel meer dan 20 kilometer op een dag, maar goed. Het gaat allemaal nog goed. Prachtige veldbloemen daarnet. Nu komt er weer een kano aan. Maar ja, dit is niet het meest spectaculaire deel. Maar ik wou eventjes een commentaar geven bij mijn screenshot van Google Maps. Hij heeft honger.